Het Staatsziekenfonds, SZF, betreurt het dat klanten die gebruik willen maken van de diensten van het diakonessenhuis moeten bijbetalen. SZF-directeur Amar Ranjit Singh zegt het jammer te vinden dat hij dit nieuws uit de media moest vernemen. Het advies aan klanten is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de diensten van de overige ziekenhuizen in ons land. Indien en voor zover klanten daartoe niet in staat zijn en ze per se naar Jaconess willen gaan, dan kunnen ze een bijbetaling doen en wij geven dan volledige restitutie. Ranjit Singh is ervan op de hoogte dat in het verleden SZF-klanten lang moesten wachten op restituties. Echter wordt er nu hard gewerkt om binnen enkele dagen klanten te voorzien van hun restituties. De compliance regels zijn aangescherpt. En wat is het probleem mee met de restituties? U kent het verleden van het SZF niet aan. We weten alles over wat er hier voor gedaan en verleden. En wij willen zoveel als mogelijk compliance-wise de regels hebben aangescherpt. Dat wij zoveel als mogelijk gelden storten op een bankrekening. Ja? Okay. En dat heeft toch nog voor wat beroering gezorgd. En waardoor mensen verlaten gelden hebben ontvangen. Maar uw concrete vraag is, hoe lang duurt het? Ja. Wij willen binnen 3 dagen de restituties afhandelen. SZF-directeur Amar Ranjit Singh, we spraken hem over de mededeling van het diakonessenhuis dat SZF-klanten per eind mei zullen moeten bijbetalen. Het ziekenhuis zegt dat de tarieven voor het laatst in 2015 zijn verhoogd, terwijl de kosten voor het bieden van adequate ziekenzorg blijven stijgen.